tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Toch dat u hier niet mag komen. Mevrouw Helmink mag geen bezoek, in ieder geval niet nu. Alsjeblieft, ik moet er spreken. Het is belangrijk. Niets is belangrijk genoeg om haar mee lastig te vallen. Wilt u onmiddellijk vertrekken? Moet ik de beveiliging roepen? Nee. Ik ga al. Maar je moet je al die tijd wel moeder hebben gevoeld. Soms dacht ik eraan. Als ik tussen jonge mensen was, in de klas of... Dan werd je eraan herinnerd dat je een kind had. God, nee, dat bedoel ik niet. Dacht je dat ik dat maar één moment kon vergeten? Nee, je had het over moedergevoel. Misschien weet ik wel niet wat dat is. Misschien heb ik er wel geen recht op, na wat ik gedaan heb. Maar waarom heb je het gedaan? Ja, dat moet een moeilijke beslissing zijn geweest. Je staat je kind niet zomaar af. Momentje. Ja? Ja, eerlijk gezegd neem ik het je wel kwalijk. Ik wil niet gestoord worden. Daarom brandt er ook een lampje. Dat weet ik, maar het gaat om mevrouw Helmink. Meneer Van Houten, Frits Van Houten, is op haar kamer geweest. Frits Van Houten? Hoe kan dat? Wat wil die hier? Ik weet het niet. Hij schijnt zich niet te storen aan onze regels. Nou, niet alleen die regels van jullie. Heb je hem weggestuurd? Ja. Ik zal zorgen dat het niet weer gebeurt. Oké. Nou. Meneer Van Houten... Wil je blijkbaar graag zien. Nou, hij zal zich wel zorgen om je maken. Ja, een suïcidepoging roept in je directe omgeving altijd zoveel vragen op. Ik ben niet van plan die te beantwoorden. Wat voor vragen zou meneer Van Houten hebben, denk je? Ik zou het niet weten. Misschien als je er even over nadenkt? Daar hoef ik niet over na te denken. Ik heb geen idee wat hij van me wil. Het is de vriend van Martine Hafkamp die me wilde laten vermoorden. Al na één druppel. Ultrarijn. Ach, shit. Al is uw vitrage nog zo vies. Nee, wacht. Al rookt u, man, en is uw vitrage nog zo vies. Wacht. Stel je voor, Sylvia, je komt ons geroepen. Jij bent een zeer kritische huisvrouw. Je gelooft niks. Je hebt alles geprobeerd op het gebied van waspoeders. Daniel, sorry hoor, maar ik ben echt niet in de stemming voor een consumententest. Nee, luister nou. Ik ben eigenlijk nergens voor in de stemming. Oh. En wat heeft jouw zonnige humeur zo grondig bedorven? Ja, 3 keer raaien. Ik word gek van Jeff en Robert. Je moet er nog niet bij blijven zitten. Ja, moet ik dan doen? Ontslag nemen of zo? Het maakt niet uit waar je bent. De sfeer in het hele kantoor is verziekt. Ja, dat komt omdat iedereen erop reageert en erover praat. Ik probeer het buiten de deur te houden. Mij zit het ook tot hier. Maar het is toch ook jouw bedrijf? Ik verzeker je dat het de pist is, hoor, de hele zaak. Dus jij wilt dat er iets aan doen? Ja, nou, iemand moet toch iets doen? Ik kan het niet in mijn eentje. Trouwens, maakt niet uit wat ik zeg of hoe ik het zeg. Luisteren doen ze toch niet. Sylvia, sorry, maar ik denk niet... Ja, volgens mij ben jij de enige die het kan aanpakken. Je hebt voldoende afstand en je hebt overwicht. Ja, dat is nou precies wat je niet moet hebben bij hen. Wat bedoel je? Waarom ga je niet met Laura praten? Als dit al op te lossen is, ben jij de enige die een kans maakt. Ja, zeg, ze ziet me aankomen. Ik geloof dat ik daar echt welkom ben. Nou, dat valt wel mee. Volgens mij zit Laura er net zo mee als jij. Zo, even een opfrissertje. Alsjeblieft. Waar waren we gebleven? Ik weet het niet. Ik ben afgepeigerd. Ik heb het gevoel dat ik hier al uren zit. Dat kan ik me voorstellen. Al dat gespitte zwaarwerk.
Kunnen we morgen niet verder gaan? Nee, laten we nu nog maar even doorgaan. Het lijkt me echt beter. En je zou me eindelijk gaan vertellen hoe je Frits van Houten kent. Dat zou ik helemaal niet gaan vertellen. Waarom niet? Ik zie niet in waarom ik over die man moet praten. Ik wil niet eens aan hem denken. Ja, maar hij zit je duidelijk dwars. En straks ga je je weer zitten afvragen waarom hij hier is geweest. Denk je? Ik weet het wel zeker. Helen, ik ben hier om je te helpen. Je kunt er beter met mij over praten dan er straks in je eentje over zitten te piekeren. Nou, beschrijf hem eens. Gewoon wat er in je opkomt bij de naam Frits van Houten. Ellende. Ik wil hem liever vergeten en alles wat bij hem hoort. Wat voor ellende? Ik kan er niet over praten. Ik wil er niet aan denken. Daarom wilde ik dood. Omdat ik daar nergens meer over hoef na te denken. Maar jij dwingt me voortdurend. Om te denken en te praten, ja. En dat is de enige manier om uit dat dal te komen waar je in zit. Is dat zo? Dan weet ik niet of ik daar wel uit wil. Wat moet ze nou in godsnaam in Turkije doen? Misschien een of ander familieprobleem dat uit de hand gelopen is. Maar dan had ze toch wel even gebeld. Je gaat dan niet zomaar naar Turkije, hè? Dat is onzin, zeg. Nou, wie weet was er wel haast bij. Wanneer zou je iets meer weten? Nou, de vader zou contact opnemen zodra hij Hakan gesproken heeft. En als Hakan nou niks weet? Politie. Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Sinds jongstleden. Nou, hou op. Vater maar kan heel goed voor zichzelf zorgen, hoor. Hij komt heus op de pootjes terecht. Ik hoop het. Ga nog een biertje halen. Wil jij iets drinken? Hallo. Ben je hier alleen? Maar ga gerust zitten. Hoe gaat het met je? Slecht. Zo mag ik het horen. Wil jij ook eens drinken? Nee. Het wordt hier met een minuut gezelliger. Wat is er met jou aan de hand? Zit Harmsen weer achter je aan? Ongewenste intimiteit op het werk? Aha, doe niet zo leuk. Maar ik word wel gek op mijn werk. Er is de hele dag ruzie. Het is niet meer om uit te houden. Wie heeft ruzie met wie en waarover? Ja, het is een beetje moeilijk om uit te leggen. Jeff is kwaad op Robert omdat hij iets stoms heeft gedaan. En Robert is weer kwaad op Jeff omdat hij het aan iedereen heeft verteld. Oh, wat heeft Robert dan gedaan? Ja, geen halve verhaal. Als je wilt dat hij je steunt, dan zal iets duidelijker moeten zijn. Ja, nou, dat weet je toch wel, dat van jou en Robert toen? Wat? Heeft Jeff dat gezegd? Ja, nou, sorry hoor, maar dat zei hij tijdens het eten. Nou, ja! En dan wil ik dat je meneer Van Dam een briefje schrijft waarin ik hem bedank voor de opdracht. Was dat het? Ja. Dus wel voldoende. Krijg je dat af voor vandaag? Natuurlijk. Honey. Ik ben heel tevreden over jou. Wist je dat? Ik zou je eigenlijk moeten benoemen als secretaresse van het jaar. Of als trouwste bondgenote. Nou, dat is heel aardig van u, maar... Maar in plaats daarvan kan ik natuurlijk jou ook weer eens mee uit lunch nemen. Een rijkelijk besproeide lunch. Als je dat leuk vindt tenminste. Ja, dat lijkt me erg leuk. Afgesproken. Gaan wij morgenmiddag met z'n tweetjes lunchen. Zal ik alvast reserveren? Wat? Nee, doe ik zelf wel. Laat maar. Ik dwaalde even af. Nou, laat ik nu alleen. Het is toch vreemd? Wat is vreemd? Dat de zaken zo goed gaan, terwijl... Ach, nee, laat maar, daar mag ik jou niet mee lastigvallen. Is er iets gebeurd? Ja, ik ben weer weggestuurd bij Helen Helmink. Waarom lukt het me nou toch niet om haar een paar simpele vragen te stellen? Het is zo belangrijk voor me. Kunt u er niet op een andere manier achterkomen? Nee, alleen zij weet wat er gebeurd is. Nou, als ik weet wat dat is, dan maak ik weer een kans met Martine. En als ik een kans maak bij Martine, maak ik ook een kans bij mijn kind. De tijd dringt en ik heb nog steeds niks te zeggen over mijn eigen vlees en bloed. Misschien moet ik het eens proberen. Wat bedoel je? Nou, mevrouw Helmink opzoeken. Misschien wil ze mij wel te woord staan. Niemand kent mij. Ja, wie weet. Ja, dat is heel aardig voor je, maar
kan ik toch niet van je verwachten. Toch? Wat kom jij doen? Mag ik binnenkomen? Ik weet niet, ik ben druk bezig. Robert kan elk moment thuiskomen. Maar ik zal je echt niet van je werk afhouden. Ik wil je alleen wat vragen. Heel even maar, alsjeblieft. Nou, kom maar. Mag ik een whisky met ijs? Staat er wat interessants in? Voor jou niet. Jij interesseert je toch alleen maar voor loesje zaken? Daniel, niet zo kribbig. Dat is tenminste één interesse die we delen, dacht ik. Ja, maar daar staat niks meer over in de krant. Trouwens, mijn interesse voor Martine stond toch op een iets ander niveau dan dat van jou. Een ander niveau? Je bedoelt geestelijk? Zoiets, ja. En dat was bevredigend? Voor Martine en mij wel. Zal ik het op uw rekening zetten? Weet je wat ik niet begrijp? Waarom ze geen contact met jou zoekt voor geestelijke steun? Wat betekent jou eigenlijk voor haar? Zoekt ze wel contact met jou? Nee, ze kan blijkbaar erg goed zonder dat goddelijk lichaam van jou. Maar ja, die gevangenisbewaarders zijn natuurlijk ook niet te versmaden. Als het je bedoeling is mij te kwetsen, dan zit je verkeerd, Daniel. Het is niet kwetsend voor mij, maar voor Martine. Wie weet heb je ook wel gelijk. God zal het weten. Ik neem er nog eentje. Wil jij nog een biertje of ben je toe aan iets sterkers? Ja, weet je, het begint aardig uit de hand te lopen. Robert is de laatste. Ja, laten we het nou niet over Robert hebben. Je weet best dat Jeff het probleem is. Ja, oké. Ja, Jeff is ook het probleem. Maar dat wil toch niet zeggen dat Robert vrij uitgaat? Meen je dat nou echt? Kom nou, Sylvia. Jeff is te ver gegaan. Hij had net zo goed een advertentie in de krant kunnen zetten. Weet je wel hoe ik me voel? Als ik Harmsen tegenkom, dan hoor ik hem gewoon denken... God, zo'n leuke vrouw. En zo'n overspelige man. Ja, verdomme. Waarom begin ik er ook over? Ik wil er helemaal niet over praten. Alsjeblieft. En je begrijpt toch wel hoe ik me voel? Ik bedoel, hoe zou jij het nou vinden? Als iedereen zou weten dat jouw man... Ja, vreselijk. Vreselijk natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar weet je, volgens mij is er meer aan de hand. Het is gewoon een wapen in een oude vete. Nou, dan is het zo langzamerhand een smerige strijd aan het worden. En wat is Jeff's volgende strategische zet? Gaat hij Robert te lijf met de krukken die hij nou eindelijk niet meer nodig heeft? Sorry, dat had ik zo niet moeten zeggen. Ja, maar zie je nou wat er gebeurt? Wij staan net zo tegenover elkaar als Robert en Jeff. Ze hebben ons precies waar ze ons hebben willen. Maar Jeff heeft me echt gekwetst. Ja, maar Laura, ik kom ook niet om Jeff's gedrag goed te praten. Ja, maar waarvoor kom je dan wel? Voor jou! Voor mij, we zijn schoonzusters, vriendinnen. Nou, ik wil niet dat onze vriendschap eronder leidt. We moeten wat doen. Nou, zo'n grote familie hebben we nou ook weer niet. Als straks Arnie en Roos weg zijn, dan... Ja, maar Robert en Jeff, ik ken ze al jaren. Het zijn gewoon... Ja, kinderen, ja. Maar dat wil toch ook niet zeggen dat wij ons ook zo moeten gedragen? Zijn we nou zo afhankelijk dat zij bepalen wat er gebeurt? Nou, je hebt gelijk. Wat nou? Wij zijn het in ieder geval eens. Ja, nou die mannen nog. Zo, hoe gaat het? Als je nou even voorover buigt, dan kan ik je handen losmaken. Laat je me gaan. Nee, ik maak je alleen maar even los. Hoe lang moet ik hier nog blijven? Weet ik niet. Tijdje. Ja, maar hoe lang? Dat kan ik je niet zeggen. Kunnen of willen? En na dat tijdje, wat gebeurt er dan? Je moet niet zoveel vragen. Je maakt jezelf alleen maar overstuur. Ja, natuurlijk ben ik overstuur. Ik zit hier de hele dag opgesloten. Ik kan niet praten, niemand vertelt me iets. Terwijl ik niets heb gedaan. Helemaal niets. Wil je wat drinken? Wat water?
ga je me vermoorden? Nou, zeg het maar. Ik heb het liever dat ik het weet. Tuurlijk niet. Maar wat dan? Waarom laat je me niet vrij? Dat kan ik niet zomaar doen. Waarom niet? Gaat Mario... Van der Loef heeft hier niets over te zeggen. Er gebeurt niets wat ik niet wil. Je hoeft je echt geen zorgen te maken. Dus je hebt uiteindelijk wel toegegeven dat het jouw kind is? Ja, nog nooit iemand zwanger geworden van een geestelijke band, dacht ik. Nou, er zijn mensen die er anders over denken. Maar zonder gekheid, je hebt nog nooit echt gedacht dat het kind van mij was, hè? Nee. Het is tenminste één ding waar ik Martine niet toe in staat acht. Ja, dat heb ik ook altijd gedacht. Ik denk toch niet echt dat Martine Helen Helmink heeft willen vermoorden, hè? Ik zou het liever niet willen denken, maar... Wat zegt Helen er zelf van? Helen die zegt niks. Wat dat betreft is ze nog zwijgzamer dan Martine. Nog een whisky? Dat wij nu weer sinds lange tijd op een redelijke manier met elkaar praten... wil niet zeggen dat ik me ook met jou wil bezatten. Zeg, denk je dat Helen Helmink meer weet? Wat dan nog? Nou, ik zou als we met haar willen praten. Ja, maar zij niet met jou, denk ik. Nee, daarom zat ik te denken... als jij er nou eens voor zorgt dat ze mij te woord wil staan. Ach, ik had kunnen weten. Frits van Houten geeft nooit zomaar een drankje weg. Hoe bedoel je? Zal ik jou eens wat zeggen? Als ik erachter kom dat jij heel lastig valt... dan zorg ik er persoonlijk voor dat je ook op zo'n kamertje terechtkomt. En die whisky betaal ik zelf wel. Heeft Fatima wel eens Turkse koffie voor u gemaakt? Nee, nooit. Het is lekker hoor. Fatima kon het altijd goed. Ja. Er is natuurlijk niemand die daarom vraagt. Ik heb er nooit aan gedacht. Ik hoop dat ze haar snel vinden. Nou, voorlopig hebben ze er alleen op de telex gezet. Ik denk niet dat ze die naar Turkije sturen. Hakan zou nog vragen. Maar ik geloof er niet in. De politie is onze enige kans. Nou, ik ben eerlijk gezegd niet van plan om het alleen aan de politie over te laten. Waarom niet? Denk je dat je zelf beter kunt? Nou, ik ben in elk geval meer bij Fatima betrokken. Als jij echt zo bij Fatima betrokken was, hadden we nu niet hoeven zoeken. Bedoelt u soms? Ja, dat bedoel ik. Je had wel eens wat beter om mijn dochter mogen letten. Mooie vriend ben jij. Bedankt voor de koffie. Bedacht. Ja, of dat je misschien huisarrest had gekregen voor Robert. Oh, je bent gek. Nee hoor. Hij had niets door. Je was net op tijd weg. Ja, idioot eigenlijk dat we zo stiekem moeten doen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Doe mij maar een koffie verkeerd. Maar misschien had Robert wel helemaal niet erg gevonden als je er was. Nou, dat vraag ik me af hoor. Alles wat met Jef te maken heeft, dat werkt op Robert als een rode lap op een stier. Hoe krijgen we die twee nou weer bij elkaar? Nou, Jef wordt het grootste probleem. Ik heb niet gedacht dat hij zo koppig kon zijn. Ja, het hoofd van een Alberts is hard. Dat weet ik over mee te praten. Alsjeblieft. Dank je. Zal ik meteen even gaan? Nee, nee, laat maar. Dat doe ik zo meteen wel. Oh. Hé, hey, maar wat bedoel je nou eigenlijk? Robert is toch niet zo koppig? Nou, dat ligt eraan. Maar als het over zijn broer gaat wel. Maar ik denk dat ik hem in dit geval wel een stap in de richting van Jef kan krijgen. Wat toestand, hè? Het allemaal om zo'n stomme ruzie bij te leggen. Maar dan zijn we er nog niet. Wat dan? Nou, voordat alles weer als vanouds is. Dat kan nog wel een tijdje duren. En? God, wat een lastig mens is dat. Ja, ik heb je toch gewaarschuwd? Helen Helmink behoort tot de familie van de gifadder. Psst. Nee, ik heb het over de verpleegster. Dat lijkt wel een waakhond. Wat bedoel je? Ja, ik kwam er dus niet door. Terwijl ik het toch Hoe echt... Hoe bedoel je? Ik kwam er niet eens door. Ik dacht dat jij een plan had. Ja, dat had ik ook. Maar dat bleek waardeloos. Nou, je wordt bedankt, Hanny. Ik dacht dat ik iets aan je had. Ja, maar ik heb... Nee, laat me, Hanny. Alsjeblieft, spaar me je excuses. Daar koop ik helemaal niks voor.
En wat die lunch betreft vanmiddag, die gaat niet door. Ik heb geen tijd. En geen trek. Maar wat had ik dan moeten doen? Kan het toch niet opsluiten? Nee, natuurlijk niet. Ja, dat zegt die vader ook alleen maar in zijn ongerustheid. Hij wil iemand de schuld geven. Ja, maar het is wel puur onredelijk. Trek het je nou maar niet zo aan. Mickey heeft gelijk. Ik denk dat die man het niet eens meende. Ja, dat denk ik ook. Sorry dat ik weg moet, maar ik moet weer aan het werk. En sterkte, hè? Ja, dank je. Nou, tot ziens allemaal. Dag. Wat denk je dat we nu het beste kunnen doen? Wist ik het maar. Ik hoop dat de politie ergens mee komt. Nou, Stan, als je maar wel weet dat je me altijd kan bellen, hè, als je hulp nodig hebt. Mij ook. Dat is aardig van jullie. Ik zal dan denken. Maar als er een ongeluk is gebeurd, zal niemand er iets aan kunnen doen. Ik ben blij dat wij het tenminste hebben bijgelegd. Sorry dat ik het eerst allemaal een beetje troebel zag. Ach, het is toch goed zo? Hé, hey, bel je me? Zodra mijn missie geslaagd is. Kan ik even betalen? Natuurlijk. Koffie keer 3 gulden. Nee, ook nog een espresso. Die is al betaald. Op die manier. Wat doe jij hier? Kan ik beter aan jou vragen? Wat zullen we nou krijgen? Bespioneer je me of zo? Nee, het is puur toeval dat ik hier ben. Het kwam er niet zo goed uit, hè? Je schrok nogal. Ik schrok helemaal niet. Hoe durf je? En dan heb je alleen maar mijn koffie betaald en niet die van Laura? Komt hier even wat kinderen. Ik ben tenminste eerlijk. Dat kan ik van jou niet zeggen. Zodra ik me om heb gekeerd, loop je over naar het andere kamp. Het andere kamp? Ja, het is geen stratego. Ik vind het behoorlijk achterbaks. Dat had ik van jou ook niet verwacht. Van een ander kan het me niet schelen. Van jou. Ja, hij is goed, hè? Ja. Maar wat doen we nou met haar? Man zit nog niet steeds over die meid te zeiken. Eet ze zoveel? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het toch niet om. Maar ik kan haar hier toch niet eeuwig vasthouden? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Wanneer zal ik haar dan laten gaan? Jij begrijpt er ook nog steeds helemaal niets van, hè? Je hebt een goed stel handen, maar tussen die oren van jou zit niet veel. Maar met wat daar wel zit, mag jij een manier bedenken waarop zij voorgoed van de aardbodem verdwijnt.